Mensen, welkom terug bij een nieuwe drill. Deze keer course management drill. Uiteindelijk heel belangrijk. We hebben het gehad over van allerlei dingen. We hebben het gehad over afstanden, maar nu kan je ze mooi toepassen in de baan. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ik ga jullie laten zien hoe we dat gaan doen. Oké, we zijn dus op hole 1 van de International hier. Een par 5 van de witte tees. We hebben vandaag wind tegen, wat niet de normale wind is. Dus speelt hij gelijk al een stuk moeilijker. Wind tegen van links, waarbij normaal rechts mee de normale wind is. Dus de komende bunkers zullen in het spel kunnen komen. Maar omdat par 5 is, ik wil lengte maken, dus dan mik ik hem ietsjes meer rechts. En dan heb ik in ieder geval een tweede schot naar de green. Dat zou mijn plan zijn voor deze hole. Natuurlijk, als je een plan hebt gemaakt, gaat het niet altijd zoals je wilt. Maar belangrijk is wel dat je hem hebt en dat je vervolgens met overtuiging uitvoert. Hier bijvoorbeeld zijn een aantal bunkers die liggen op driving afstand. Maar recht daarvan is bijvoorbeeld heel veel ruimte. Als de wind mee is, zou je er overheen kunnen. Maar met wind tegen blijf je ervoor. En dat soort dingetjes is heel belangrijk. Ook het tweede schot ligt er weer een bunker op de 100 meter van de green. Oké, en als je dan die afstandtabel er even bij haalt, wat vind ik nou prettig om over te houden? Welke stok vind ik misschien heel prettig om te slaan? Dan kun je daar ook rekening mee houden. Maar belangrijk is wel dat de bunkers gewoon een moeilijker schot zijn dan van het gras. En als je die uit het spel kan halen, dan is er soms een stokje minder een hele goede optie. Goeie drive. Ik heb nog 215 meter over. Wind is rechts tegen. Ik lig nu ongeveer hier. En deze bunker is om te carryen is nog maar iets meer dan 100 meter. Dus dat is geen probleem. Deze lange bunkers links, die zijn iets moeilijker om naar de vlag te komen. En rechts heb ik eigenlijk veel ruimte. Dus vandaar dat ik ook iets rechts van de vlag mik. En dan geef ik mezelf iets meer ruimte met deze stok. Nee. Oké, hier zijn we dan. Het tweede schot is in de bunker beland. Niet de plek waar ik wilde zijn. Plan was goed. Is geen makkelijk schot. Dus ja, accepteren dat hij uiteindelijk hier is gekomen. En vanuit hier weer het beste ervan maken. Ook hier is weer een plan. Tweede schot, ik denk zo'n 20 meter bunkerschot. Veel zand. Klein beetje green. Maar achter de vlag wel wat ruimte. Nou ja, ook dit schot moet je weer oplossen. En dat gaan we nu doen. Oké, mooi bunkerschot, iets te ver, maar ik geef mezelf wel weer een kans. Dit voor een birdie, jongens, voor de Big Green Egg birdie ranking. Deze gaat erin. De birdie is binnen! Oké, dat was hem voor wat betreft course management. Ik heb uitgelegd, begin met een plan. Heb een idee over hoe je de hole wil spelen, hoe je de bal wil slaan, waar je wil eindigen. Het zal niet altijd lukken. Accepteer dat ook, golf is een moeilijk spel. Maar ik wens je heel veel succes. Voer je scores in de golf app. En zo maak je ook kans op fantastische prijzen in de Big Green Egg Birdie Ranking. Heel veel succes en tot de volgende keer.